Hey YouTube, tof dat je kijkt naar mijn allereerste bierreview hier bij Bier met Menno. Ik ben Menno en vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren. We gaan het eerste bier reviewen op Bier met Menno. En wat voor een? Het is een brouwerij uit ons eigen land, uit Nederland. En het komt, nou, de brouwerij komt uit Alkmaar. Nou, dan kunnen jullie als bier, ja, liefhebbers het wel raden welke brouwerij dat is. Het is de moersleutel. Ik heb het glas al hier al. Check. Het is van de moersleutel glas. Hè? En daar hoort dan ook wel een passend biertje bij. Het is de... Even kijken. De smeerolie Maxi Cake. En kijk het etiket al. Hoe vet is dit? Hè? Check. Het is een Imperial Stout met peper erin, vanille en cacao. 10% aan alcohol en best before 22 september 2023. Even kijken of je het kan zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is een 44 centiliter blik. En zoals ik al zei, check even het etiket, want dat vind ik echt gewoon misschien, ja, dat vind ik gewoon vet. Echt gewoon vet etiket. En het wordt nu tijd om hem in te schenken en te kijken welke kleur, geur en hoe die smaakt. Hij zit echt tot de nok toe vol, echt gewoon tot hier al gewoon. Dus ik ruik nu al een beetje de cacao naar boven komen. En we gaan hem inschenken in het glas. Check. Welke kleur? Nou, zwart, hè? Schuimkraag. Schuimkraag is ja, mokka-achtige kleur. Maar het bier, moet je kijken dan, hey. Gewoon zwart als, ja, zwart nacht. En het is dus een 44 centiliter, dus ik ga er sowieso wel van genieten. 10% aan alcohol. Nou, we gaan naar de neus. Zo, ik ruik die peper ruik al. Ik ruik ook koffie. Koffie en chocoladegeuren. Zo, dit moet wel echt een goeie zijn. Ik heb hem nog nooit gedronken. Ik heb wel meerdere bieren van deze brouwerij, de brouwerij De Moersleutel, gedronken. Maar deze nog niet. En deze stond al eigenlijk al heel lang op mijn verlanglijstje. De schuimkracht is ook wel dik. Belletjes erin. En we gaan gewoon even kijken hoe die proeft. Ja? Zo. Wow, het eerste wat ik proef is echt wel die peper die erin zit. Zo, in de afdronk, ja, de peper die proef je echt ook. Koffie, ook een beetje drop, ja, een klein beetje licht dropachtig, meer chocola-achtig vind ik het misschien. Dit is echt wel wow. Die peper die proef je ook echt wel in de afdronk. Ja, zo, die blijft wel echt plakken. Ik weet niet of die... Ja, hij plakt, nou, hij plakt ook wel een beetje aan het glas. Maar je proeft ook wel vooral de peper als je hem, zeg maar, de afdronk. Daar zit echt, zeg maar... De peper, die proef je gewoon. Cacao. Ja, gewoon een echte Russian. Nou, het is een Imperial Stout. Maar hij is echt wel, ja, top. Ik ga nog één slokje nemen, want ik moet hem natuurlijk altijd een cijfer geven. Ik doe hem een cijfer geven van 0 tot 10. Neem ik nog even een slokje van.
Dan ga ik toch wel voor een, nou ja, dan ga ik zeker voor een 8,5. Misschien tegen de 9 aan. Maar dit is echt wel echt, echt, echt een goed bier. En ja, dit vind ik echt lekker. Ja. Dus ik zei het al, de moersleutel, smeerolie, Mexicake. En ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video. Abonneer zou ik zeggen. Like deze video. Stel gerust vragen hieronderin of opmerkingen wat je vindt van deze video. En dan zie ik jullie, volg me trouwens ook even op Untappd. Dat is Menno van Zeeland. Dan kan je deze straks ook zien. En dan ga ik straks er lekker van genieten. Heel rustig drinken, want hij is toch aan 10% alcohol. En dan zie ik jullie bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zeg, proost!